mensen, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe vlog hier op mijn YouTube kanaal. Ik ben Kjeld. Dat is Jules, wie je net niet ziet, alleen Jules B. Jules lekker aan het spelen met de Barbies. Ik was zo net even tv aan het kijken. Ik zet hem even op een andere zender, op 3. Oh nee, dus niet. Sophia, prinsesje. Ga jij maar kijken, Jules, want ik ga even lekker gamen. Daar heb ik gewoon zin in. Ik kan misschien zo meteen even kijken. Kom je zo meteen even kijken? Ja, oké. Want ik heb 2 weken niet gegamed. Ik vind het wel weer leuk om te doen. Dan ga ik even GTA of FIFA 16 spelen. Ik ga trouwens ook de FIFA 17 kopen. Dus nog alleen maar. En ik heb mijn PS4 controller gepakt. Ook mijn krukkie. Ga ik even op zitten. 100% vind ik niet heel leuk muziek. Daar heb ik nu op staan, maar ik heb geen slam daarop staan, wat ik zo leuk vind. Maar dat maakt eigenlijk niet heel veel uit. Dus ik ga even lekker FIFA 16 spelen. Nog geen 17. Nu ga ik weer even naar beneden. Het is een beetje donker. En dan ga ik even Daphne kijken. De 200 meter, dat was volgens mij om 2:30 als het goed is. Dus dan ga ik even kijken. Misschien gaan we nog wel eerst even weg. Ik weet niet. Net in de voortuin even steppen. Dus dan ga ik even kijken. Of ik nog... Dat was Jules volgens mij. Kiekeboe, ik zag je wel. Ik zag je wel, Jules. De step van Jules even bijhouden. Maar de... Wow. Gaan we een beetje moeilijk met de camera. Sorry. Hier. Nee, dat ga ik niet doen. Ga maar gewoon even steppen. Dan film ik wel even. Ga stuntmastertje. Stuntmastertje. Go. Go. Wat is de bedoeling daar? Kom. Zet je harder? Ja. Ze had wat dan gezegd. De bedoeling is met de step. Kom step. Ik step schuin. Step schuin. Wow, goed Jules. Ik ben even tafeltennis aan het kijken. Er is nog geen atletiek. Dat zal denk ik zo meteen wel komen. Kijk zo even op mijn tablet. Barbie. Hallo Zuid-Korea. Goedemorgen. Ik ben er. Wat moet ik doen? Nou, kom op tennissen. Hoppa. Oh, dit is badminton volgens mij. Tennis is een wat groter veld. Jee, hallo. Hoi, hoi. Wow, mooie slag hoor. Super, kom op Nederland. Hup, jij wint. Weg. Ja, mooi zo. We staan wel 3 punten achter, maar de... Auw. Ja, dacht ik al. Tennis is met een grote veld, ja. Wat is dat dan? Dit is badminton. Dat doen ze ook bij de Olympische Spelen. Oh, kom op. Come on, Chinees. Zuid-Koreaan. Oh, mooi slag. Goed zo, heel mooi. High five. Nog een sport, atletiek. Met Daphne Schippers. 200 meter. De 100 meter werd ze vijfde. Ja, hi. Nou, kom op, jongen. Meid, Daphne Schippers. Jules ook aan het kijken. Kijk je ook mee, Jules? Hoe Daphne gaat winnen? Nee? Niet belangrijk? Is hij nou Thomas? Ja, van de achternaam. Kom op. Kom op, Daphne. Ja, ja. Nu moet Daphne. Dit is goed. Yes. En
als hij hier nou helemaal vrij loopt, dan is dat een goed in de intertuin. Yes. En dit zijn toch echt hele grote potten, joh. Heel groot. Cool huis, hè? Ja. Wauw. Yo. Cool. Wow. Hoeveel kost het? Gaan we even doei, 200 euro. Dat is toch een beetje te veel, vind ik. Kweekwast. Kweekast, hallo. Ja, dit is superleuk voor oma zo'n huisje. Wow. Kom eens even filmen. Leuk. Dit zijn we aan het doen. Ja. Dit is wel een leuk kweekkastje. Kijk eens, een leuk plantje. Doei. Sluit ons op. Doei joh. Tot nooit meer. Doei. Doei. Ga toch mee hoor. Oh. We zoeken nog wat voor snoet. Alleen we zoeken wat hier. Ah, dit is ook leuk. Wat? Dat? Ja, kan je leuk. Oh, deze. Auw. Die zijn klein, die kan je wel proberen hoor. Jawel. Doet. Rijdt zo hoog met de kar. Daar hebben we Jules op het paard. Ik ga achterop. Hartjik, Julia paard. Woehoe. Doet. Mooie liefde. Plus, kussen is weg, Joel. Jammer. Jij wou er zo graag op. Look short, Joel. Look short. Panty, of hoe heet dat trouwens? Ja, een panty, ja. Panty. Nou, helemaal kopen, goed geraden. Ja, ik wou het kopen. Voor mijn dochter. Eén. Ja? Dit is altijd echt heel nee, prijzerig. Die vind ik niet leuk. Prijzerig is... Is, ja, ja. Het kost wat duur, maar... Oh, nou dat is jammer. Nee, ik vind het niet echt strak. Nee. Dat is wel een goed model. Dankjewel. En een nieuwe konijnenshirt, dat is leuk, ja. Ja, is echt en er staat snoetje ook op, toch? Alleen zonder wit neusje. Nou, waar is de snoetje? Van de intratuin. Ha! En wat heeft Joel nou weer gedaan? Joel heeft een stickertje... Wat ik in de vlog nog had gezien van vakantie heeft ze hier op de deur geplakt. Van Timo's joch. Ik weet niet waarvoor ze dat doet. Dat stikje mocht ze wel hebben. Maar geen idee waarvoor ze dat doet. Maar ik ga zo even omkleden. Want de eerste training van de voetbal komt er natuurlijk ook weer aan. Dat is ook wel belangrijk om dat weer te doen. Dus dan laat ik maar even gaan omkleden. Nou, dat ga ik maar even doen hoor. Hoppatee. En nu heb ik mijn mooie Barcelona pakje aan. De nieuwe kousen die zitten nog in een plastic zakje. Daar bewaar ik ze altijd in. Moet ze wel netjes bewaren natuurlijk. Anders krijg ik... Zo. Dan krijgen mijn benen even deze splikspinten nieuwe kousjes aan. Even kijken, hoe gaat die open? Oké. Ook trouwens, dit is het echte Barcelona shirt. Moet ik even, ik heb de camera open. Moet ik dit ding even uit dit plastic zakje krijgen. Dat duurt lang. Nou, mijn kousjes. Ik ga ze even aantrekken. Nou, ik heb de camera even daar gezet. Ga ik ze even aandoen. Eerst, hoppa, weggeven voor het beeld. Kijk eens. Hoe mooi. Dit is het echte Barcelona pakje. Ook dat het niet te klein is. Auw. Er zitten nog van die... Deze rotdingen in. Auw. Dat deed dus zeer aan mijn voet. Ik laat het even zien. Het zijn deze dingen. Nou. Tenen. Zo, jongen. SC Barça. Hele mooie kousen. Nou, dan pak ik de camera weer even. Hoppatee. En dan zijn ze aan. Maar dan moet ik er nog één aan doen. En dan ga ik naar beneden. Ik ga nog even op mijn kamer, want ik ben helemaal vergeten. Ik moet nog de douchespullen inpakken. Maar ik sluit deze vlog nu even af. Zonder Jultje. Ik zeg super bedankt voor het kijken. Maar wacht even. Er komt morgen een livestream.
Die aankondiging, ja, die komt nog op mijn kanaal. Hoe laat, zus en zo, bla bla bla. Dat gebeuren allemaal. Als je wilt kijken, ik denk dat ik het ga doen. Morgen een GTA 5. Dat is de dinsdag volgens mij. Ja, dinsdag. En die woensdag is er een livestream weer met vragen stellen. Als je dat nou leuk vindt, doe dan daar alvast een blauw duimpje omhoog. Ook voor deze vlog. Abonneer ook even hier beneden. En dan zeg ik zo altijd, later. Doei!